DWS 33 uit, een debutant in de topklasse. Hoe hebben jullie je van de week voorbereid? Nou, in ieder geval duidelijk gesteld dat hier wel meer ploegen het te makkelijk hebben opgevat, rond Rijnsburg. En daarnaast in de wetenschap dat het voor DWS een derby is, in hun beleving. Dus dan weet je dat ze heel scherp aan de start verschijnen en dat moeten wij absoluut ook doen. En wij zullen spelen met de ploeg met Raymond van Emmerik op de goal. Met Yannick Makusudilla, Jeffrey Buitenhuis, Kees Toet en Dennis Hollard. Met Asras Nemi, Hanne Hagari, Mike van der Laar. En Nabil Elgorari, Fred Benson en Michael Dader. Wat opvalt in je opstelling is dat er drie wisselspelers op de bank zitten. Die eigenlijk in het eerste horen. Die eigenlijk opgesteld dienen te worden. En dan noem ik Zonneveld, dan noem ik Tony Tol. En dan noem ik Oktay. Nou, dan begin ik met Zonneveld. Patrick is na de wedstrijd van Sedoco was hij geblesseerd. Wat een topper geweest. Heeft deze week veel individueel kunnen trainen met Jacob Mulder. Maar absoluut nog niet met de groep. Donderdagavond ook nog niet met de groep mee kunnen trainen. Dus ik ben wel heel erg blij dat hij zover is dat hij bij ons bij de selectie kan zijn en op de bank kan zitten. Maar het was nog veel te vroeg om hem om te laten starten. Dan Tony Tol, die was vorige week, eigenlijk moet ik die week ervoor beginnen in de bekerwedstrijd was hij ziek. Vervolgens heeft hij daar ook de naweeën van gehad. En afgelopen week is hij geblesseerd geweest aan zijn hamstring. Dus die heeft ook te weinig tijd gemaakt op het trainingsveld met de groep. En Yannick heeft het heel behoorlijk gedaan. Dus we laten Yannick dan staan. En Tony moet eventjes iets langer erover doen om weer volledig fit te zijn. En dan hebben we de derde, Oktay Özturk. Ja, die hebben we al zo vaak gezegd dat hij zo onrustig is aan de bal. En die heb ik vorige week ook gewisseld omdat hij heel onrustig speelt. En daar doet hij zichzelf tekort mee en daar doet hij je team tekort mee. Want ik weet, en dat heb ik ook gezegd tegen hem, jij hoeft je eigen naar mij toe niet te bewijzen. Ik weet dat je heel goed kan voetballen, maar als je zelf wat rustiger gaat voetballen, dan komt jouw spel te goede en dan komt de ploeg te goede. Maar hij vorige week niet voor niks gewisseld, want ik vond hem absoluut niet goed op het middenveld. En we spelen vandaag met Asraf Nemi vanaf die positie. Heb je van de week ook nog geoefend op de kansen? Want jullie creëren best wel kansen. Ja, het is steeds hetzelfde. Ik begrijp je wel, maar ja. Ze gaan er niet in. Nee, dat klopt. We hebben de kansen gehad, met name de eerste helft tegen Capelle. Maar ik heb tegen die jongens gezegd, als wij op die manier blijven knokken en op die manier een wedstrijd ingaan, dan gaat dat kantelen en ga je dat absoluut ook doen. Van die situatie gaan we ook uit dat we heel scherp gaan beginnen en agressief zullen spelen op het moment dat DVS de bal heeft. En dan met zoveel overtuiging gaan voetballen als we de eerste helft tegen Capelle deden. En zoals we op de training ook doen. Dus het gaat eerst om het creëren van de kansen en dan moet je zorgen dat je die bal wat erin schiet. Ik wens je veel succes en ik hoop dat we na de wedstrijd met 3 punten staan. Dat hoop ik ook en dankjewel. Weer Michael de Harder, maar daar zit Yasin Koert ook bij. Hij is er meer van gezet, gelijk ook druk. En het levert een vrije trap op uiteindelijk voor IJsselmeervogels aan de linkerkant. Michael de Harder staat daarbij in de buurt. En die gaat hem ook gewoon nemen. Voorin mee naar voren. Kees Toet. Buitenhuis. Komt die bal. Hoog. Weggekopt door Kai Velda. Maar via het hoofd van Edmund Meijnheer gaat de bal over de achterlijn. Camara, mijn heer. Maurice,
Kan de bal niet onder controle krijgen. Kan IJsselmeer volgens overnemen. Gevaarlijk. Michael de Harde daar aan de linkerkant. Benson stond daar te klaar, maar ook Pinarci. IJsselmeer volgens toch ietsje meer in balbezit. Komt die bal daar indraaiend. Toet. En, ja, Sinkoert. Maurice de Ruiter. Mike Arends. Kijken of dit een veelbelovende aanval kan worden. Mike Arends gaat er zijn man voorbij. Houdt er een corner aan over. Mike Arends met de corner. Komt die bal. Achterin daar is... Kai Velda. Mike Arends. Keurige combinatie daar met Yasin Koert. Mooi gevoetbald. Heeft nu ruimte. Komt een man in zijn rug. Kai Velda kan gaan schieten. En die schiet daar de bal op de lat. Mooie afstandsschot van Kai Velda. Dat verdiende eigenlijk meer. Prachtig. Komt die bal daar. Hoog voor. Maar weggekopt door Roald de Vries. Ali Akla. Die daar met een sneltrein twaarter vandoor gaat met de bal. En nou heel hard door moet gaan. En wat gaat daar gebeuren? Wat gaat daar gebeuren? Ja! Die bal die gaat erin. Het is niet te geloven. Jongen. Ali Akla die daar helemaal doorging. En via de voet van die verdediger. En wanhopig lopend achter die bal aan. Om te proberen dat foutje goed te maken. Gaat die bal er toch nog in. Het was Maki Zodila die deze score voor zijn rekening neemt. Roald de Vries brengt de bal in de richting van Ali Akla. Kan de bal zit houden? Nee. Goed verdedigd door de nummer 9 Frenk Schaap. Joren van Zanten zit daar goed voor zijn man. Gaat ook door. Geeft de bal aan Maurice de Ruiter. Schiet op de bal. Fantastisch binnen. Maurice de Ruiter. Wat een doelpunt. In de 39e minuut. Hij krijgt de bal terug van Joren van Zanten. En hij kijkt en... prikt hem bij de tweede paal binnen. Fantastisch. DVS op een 2-0 voorsprong. Na 9. Hagari met twee DVS-verdedigers erbij. En via Roald de Vries gaat de bal over de achterlijn. Die heeft de diverse gescoord met zijn hoofd. Komt die bal? Prachtige reactie van Paul Epping. Schitterend. Daar behoedt hij DVS 33 voor een 2-1 voorsprong. Prachtige vrije trap, Roald de Vries naar Yasin Koert. Velda, Maurice de Ruiter. Weer zo'n schitterende combinatie van DVS. Ingooi van Joren van Zanten. 44 minuten gevoetbald. Gaat Mike Arends daar vandoor. Hele mooie actie kan daar geven aan Ali Akla. Die gaat de 3-0 noteren. 1 minuut voor de rust komt DVS op een 3-0 voorsprong. Een hele mooie assist van Mike Arends op de vrijstaande Ali Akla. En die kan voor een leeg doel intikken. 3-0 DVS. Hollard. Van der Laar. Overtreding weer van der Laar. Stevig ingrijpen. Krijgt daar ook de terechte gele kaart voor. Daar even wat duwen en trekken tussen Pinarci. En hij krijgt zijn tweede gele kaart. En hij mag met rood van het veld af. Ja, dat is natuurlijk ook dom van die speler om dan zo te reageren. Kai Velda. Basil Camara. Maurice de Ruiter, Kai Velda, Roald de Vries. Prachtige aanval. Maurice de Ruiter krijgt de bal terug. Achterin is daar... de bal komt net iets achter hem. Mike Arends. Maar daar pareert de keeper het schot van Mike Arends. David van de Groep kan de bal aannemen. Mike Arends. Aanval nog niet over, maar nu kan IJsselmeer volgens eruit. Edmund Meijneer. Richting van Maurice. Joren van Zanten. Mike Arends. Maurice de Ruiter. Mooie bal op Kai Velda. En dan kan die keeper net bij. Wat een fantastische aanval weer van DVS. Daar een goede paas op Benson. Die gaat schieten. En die pakt Paul Epping net voor de lijn.
in tweede instantie kan die bal pareren. Oh, er moet wel even iemand aan die bal toe. Joran van Zanten stapt daar heel goed in. Speelt de bal iets te ver voor hem uit. Nee, hij mag mee aanvallen. Joran van Zanten, goede bal. Oh, dat past net niet. Kan Mike Arends nog bij die bal? Ja hoor! 4-0 voor DVS 33. Doelpuntenmaker Mike Arends in de 22e minuut van de tweede helft. Na een prachtige aanval. Opgezet mede door Joran van Zanten. Komt de bal bij Mike Arends. En Mike Arends maakt de 4-0. Voor DVS tegen IJsselmeervogels. Maar Pinacci, bijna net zo'n speler. Die toch bewijst dat hij dat Spakenburg het in ieder geval helemaal mis had. Door hem van de hand te doen. En daar weer. Och jongens, ja. Oh nee, toch niet. Ik dacht even van Mike Arends. Die kopt die bal gewoon heel rustig binnen. Maar die mist hem net op een haar. Een duel daar. Verlies het duel van... Speler van IJsselmeervogels. Krijgt die bal aan Benson. Gaat 16 meter binnen. Goed verdedigend werk daar van Basile Camara. Heiko Epe. David van der Groep. En scheidsrechter die fluit precies op de 45e minuut af. Een heel mooi resultaat vanmiddag hier voor DVS 33. Een fantastische overwinning op IJsselmeervogels de Rooie. Eindstand DVS IJsselmeervogels 4-0. Ik dacht we gaan 3 punten halen, maar ik heb wat gezien. Dat vond ik niet best, moet ik eerlijk zeggen. De eerste 10 minuten vond ik dat we behoorlijk begonnen. En na het doelpunt... Dat op miraculeuze manier ontstaat. Ik heb net al gezegd, als jij er niet bij bent geweest, dan wil je het niet geloven. Dat een bal door de keeper weggetrapt wordt, 10 meter buiten de 16 tegen een eigen verdediger aan en die gaat dan in je eigen doel. Dan zie je de kopjes gaan hangen en dan zijn we veel minder scherp en dan zitten we in de teleurstelling. En dan zie je dat we daardoor de tegenstander veel te veel ruimte geven. En daardoor ook de 2 en de 3-0 moeten incasseren voor rust. Ja, maar wat ik dan mis, en dat zeg je zelf ook na die 1-0, de beleving en de bezieling. Ja. Maar dat moet je toch als trainer, in die jongens brengen of zie ik dat verkeerd? Je ziet dat de teleurstelling de overhand heeft en daardoor gaan ze minder functioneren. Ja, en er zat ook een neutrale toeschouwer naast me en die zei, het enige wat ik herken aan IJsselmeervogels, dat zijn de shirtjes en de broekjes. En ik moet zeggen, ik heb die man ook gelijk gegeven. Mm-hmm. Want ja, het was eigenlijk, ook natuurlijk zo'n goal, die 1-0, dat is ongelukkig, dat begrijp ik. Mm-hmm. Maar er zit er totaal geen spirit in, er zit niet vechtlust in. Ja, dan denk ik van, krijg je nog aan de praat? Ja, ik ben ervan overtuigd van wel. Dus ik... En nogmaals, we hebben hier de eerste helft na die 1-0 hebben we het compleet af laten weten. En de tweede helft gingen we met goede wil gingen we weer het veld in om te strijden voor een beter resultaat. En als je dan heel kort daarna, na die hervatting van die tweede helft, een gele kaart krijgt en je laat je er door Pinacci dan zo uit de tent lokken. En je laat je gaan waardoor de scheidsrechter een tweede gele kaart kan geven. En dan sta je met 10 man en is het echt gebeurd. Dat begrijp ik. Maar wat heb je gezegd in de rust toen je met 3-0 achter stond? Heb je die jongens nog kunnen motiveren? Ik heb degene wat ik gezegd heb, hou ik voor me. Dus dat mogen wij niet weten als supporter? Nee, ik laat jou helemaal niks aan. Oké. Okay. Nou, ik hoop dat het volgende week tegen Excelsior mijn sluis beter gaat. Want er zal toch een ommekeer moeten komen? Dat zou heel mooi zijn. Oké, okay. Dankjewel Frans. Graag gedaan.